Welkom sterke broeders bij een vlog. Hoe vind je die? Er is een probleem met mijn atlastoon en het platform waar die op valt. En dan vooral het platform. Ik laat jullie even een clipje zien. Het probleem is dat die vloer ongelijk is. Nou, dat is dan nog niet zo'n grote ramp, maar dat ga ik wel voor een deel oplossen. En het probleem is dat die tegels uit elkaar gaan. Ik heb even zo'n tegel, die heb ik naar binnen gehaald. Dat is deze tegel. Die gaan uit elkaar. Ik had eerst verzonnen om mijn atlastoon hierop te leggen. Dan met mijn voeten hierop gaan staan en dan kan ik hem optillen. Maar ja, die atlastoon was wat te groot, dus ik moest er een tegel naast maken. Dus die atlastoon kon dan hier liggen. Was op zich ook nog niet zo'n probleem, was best wel opgelost. Alleen had ik hier ongeveer het platform. Dus als ik naar voren boog, dan kwam ik met mijn hoofd tegen een platform aan. Dus moest ik nog een keer een tegel naar achter doen. Eentje ging natuurlijk niet, dus moest ik weer twee tegels hebben. Dus eigenlijk, al met al, had ik vier tegels nodig. En dat werd best vervelend eigenlijk. En dat gaat aan alle kanten op, noem maar op. Dus ik moet eigenlijk een soort tegel hebben die een meter bij een meter is. En ik krijg nou... Die heb ik, die ligt daar. Dus, in plaats van deze tegel zo neer te leggen, ga ik er nog het een en ander mee doen. En dan gaan we zorgen dat deze, want dat lijken de vier, maar het is de één. Gaan we kijken of we die gewoon netjes in de bunker, aka het tuinhuis, of precies andersom, het tuinhuis, aka de bunker, neer kunnen gaan leggen. Dan ga ik nu eerst naar mijn werk toe om het een en ander te maken voor die rubber tegel. Trouwens niet mijn dagelijkse auto, niet dat daar een misverstandje over is. Ik heb zo'n klein Seat Mii, zo'n klein wijfautootje. We gaan nu naar mijn werk toe, zoals ik net zei. En ik heb ook nog geen standaard om de camera neer te zetten. Dus ik moet hem een beetje beet houden. Dus ik ga even kijken hoe dat gaat tijdens het rijden. En ja, sorry voor de slechte shots daardoor. Gaan we! Oké, wat we nu gaan doen is dat ik, een stukje hout ga zoeken, even een plaatje ga zagen met een andere houtwerk, twee en drietjes om precies te zijn, dat is een soort hout. En daarvan gaan we dat platform maken. Gaan we beginnen. Wat jullie hier zien is de bodemplaat, daar gaat die grote zwarte tegel op liggen, daar ga ik er nog een soort van kadertje omheen maken, dat hij natuurlijk goed in het midden blijft liggen en dat hij de juiste dikte is. En dat gaan we nu maar even doen. Dit moet hem dan worden. Platformpje. Alleen
Dit is nu ongeveer 75 mm hoog. En als ik natuurlijk twee van die rubber tegels op elkaar leg, dat ga ik doen, twee stuks, niet één. Want die bal, sommige die wegen 107 tot en met 85 tot en met 50 kilo. Ergens daartussenin. Dus moet ik wel twee dikke rubber tegels hebben. Zodat natuurlijk mijn betonnen bal, mijn Atlas Stone niet breekt. Dat zou heel erg zonde zijn. Maar ook twee tegels op, die zijn 50 mm hoog. En dit is 75. Dus dan zou mijn tegel net hieronder komen. En dat is natuurlijk heel vervelend als ik dit ding in de bunker heb liggen. En die wat eruit stappen is er ook het erover. Dat is natuurlijk niet fijn. Dus wat we nu gaan doen is even deze vier tweeëndrietjes, zo noem je dit hout. Deze vier latjes gaan we even een stukje schulpen, een stukje eraf halen. Dat ze 50 mm hoog zijn. En dan kan ik hem vastschroeven. En dan kunnen we hem thuis uit gaan testen. Voilà, het platform voor de Atlas Stones. Trouwens, schiet me eens binnen als jullie nog eens een keer iets meer te willen weten komen over Atlas Stones. Moet je naar het YouTube kanaal gaan van Rogue, van sportmerk Rogue. En volgens mij heet die Stoneland, die kan je zo opzoeken op YouTube, nadat je mijn video's hebt bekeken natuurlijk. Kan je die op gaan zoeken? Nou, echt een geweldige documentaire over waar de Atlas Stones vandaan komen en Wat er voor een grote geschiedenis erachter zit. Iedereen die denkt altijd dat als je de sterkste mannen van Nederland ziet, sterkste man van Nederland op tv, dat het alleen maar gaat om die steen ergens op te krijgen of dat hij op een bepaalde hoogte moet komen. Maar er zit nog een heel verhaal achter over dat je vroeger die stenen op moest tillen, zodat je echt kon bewijzen aan bijvoorbeeld de koning dat je echt een man was en dat je dan mee mocht gaan vechten in het leger wat hun hadden, of dat je post, dat je boodschappen mocht gaan bezorgen, spreekwoordelijke, mondelijke boodschappen, niet van de Albert Heijn natuurlijk. Maar dat was natuurlijk jaren geleden in de riddertijd. En dan moest je bijvoorbeeld eerst een steen optillen, dan kwam heel je familie kijken en dan legde je die steen erop en dan werd je gekroond of werd je tenminste gezien als dat je een echte man was en dan mocht je meedoen in het grote mensleven, om zo maar te zeggen. En die heet dus Stoneland op YouTube. Echt een geweldige documentaire, ik zou hem zeker kijken. Met dat tussendoor, deze die gaan wij naar huis toe brengen. Dan ga ik de tegels erin leggen en dan gaan we hem natuurlijk eens uittesten en kijken of het werkt. Oké, we zijn aangekomen bij mijn huis en ik ga even het platform achteruit pakken. En dan gaan we natuurlijk in het tuinhuis even kijken of die het doet. Ga ik de rubbertegels erin leggen en dan zie ik jullie in het tuinhuis. Zeggen dat het me niet tegenvalt, platformpje. Hij past mooi en hij zit ook gewoon lekker juiste hoogte, precies goed, lekker strak. En het enige wat nu natuurlijk nog overblijft is natuurlijk even een 50, even een 85 bal. Dus even kijken of het platformpje het houdt, of tenminste nu mijn rubber tegels lekker een beetje in het midden blijven liggen zonder dat ze elke keer alle kanten op vliegen natuurlijk. Gaan we! Met dit platform. Werkt prima naar behoren. Prima naar mijn zin eigenlijk dat ding. Dit was natuurlijk een van de eerste vlogs. Het is voor mij ook nog even wennen over het praten, het filmen, het bewerken, de muziek en noem maar op. Dus
Als jullie nog vlog-ideeën hebben of je het gewoon een leuke of juist een hele stomme video vond, laat dan alsjeblieft even een reactietje achter. En ik zie je wanneer ik weer zin heb om te uploaden. Het zal waarschijnlijk één keer per week worden. Tjallas!